is de helft van de oogst van één struik. De rest hebben we namelijk op. Zo lekker. Ze staan tussen de munt, dus ze hebben een beetje geparfumeerde smaak, deze arbeid. Nou, goedemorgen. Good morning. We zouden vandaag bisonvlees gaan eten. Ja, maar helaas. Zouden... De bisons zijn op. De bisons zijn zeker niet op, maar... Goedemorgen. Ik weet niet of jullie dat zachte geruis horen. Dat is de eerste regen op het dak hier. Sorry. Het gaat goed hoor, met mijn hoest. Mijn hoest is nog steeds aanwezig. Maar het gaat een stuk beter. Ik heb een goede nacht achter de rug en dat is natuurlijk belangrijk. Dank jullie wel voor het vragen, heel lief. We zitten aan het begin van een stormfront. We hebben een waarschuwing gekregen, zelfs van lensverzekeringen en sms allemaal. Hier in de streken dat er is een groot risico op overzwemmingen, op overstromingen. Want er gaat Guval liknande regen vallen. En Guval, dat is skyfall, gelijkende regen. Dus er komt ongeveer 10 mm in die bui. En heel veel onweer, zegt men. Nou, misschien ook wel windstoten, dat weten we niet. Want dat moeten we maar gewoon gaan afwachten. Dus we kunnen niks. En dat is Smoland breed. Dus al zouden we naar... Als... Snap jullie? Is suiker, ja. Is nee, ik heb nog niet eens koffie op. Dat is het probleem. Ah. Al zouden we naar de Bison Farm willen rijden. De Bison Farm is 2,5 uur van ons af. Dan, sorry, ik heb jeuk in mijn ogen. het gaat allemaal niet zo lekker. al zouden we 2,5 uur willen rijden naar de Bison Farm, dan is het alleen maar in hele slechte omstandigheden. En dan is het daar ook slecht. Dus dan kunnen we niet eens rondlopen om te kijken naar de bisons. Dus dat hebben we verplaatst. Het is niet anders. Dus we zitten nu lekker met een bakkie op balkon hier te luisteren naar de eerste regen die gaat vallen. Van een heel etmaal nattigheid. Ik kan jullie wel laten zien wat we hebben gedaan in de tuin. Als dat een beetje te zien is. Kijk even of ik een beetje kan inzoomen. Ja. We hebben alle plantjes die kwetsbaar zijn. Hebben we een bakkie gegeven of een emmer. En zoals jullie zien hebben we ook ons eendje verplaatst. Die heeft het daar naar zijn zin. Die is lekker aan het kloten, pardon, aan het rotzooien in zijn water. En de kippen en hij zijn echt maatjes geworden. Ze zeggen elkaar gedag. Ze kletsen tegen elkaar. Er zijn twee jonkies buiten. Want die zijn met een stuk oud brood bezig. Maar de rest heeft zich een plekje verschaft onder dak daar. Dat hogere gedeelte van de buitenren is overdekt. Dus dat wordt niet nat. Het stukje brood wordt zachter, denk ik, door de regen. Het begint nu langzaam te sauzen. We hebben gisteren alle voorbereidingen getroffen. Onze vrienden gebeld van jongens, zorg ervoor dat je planten die kwetsbaar zijn niet beschadigd kunnen raken door eventuele hagel of zo. We hebben de EcoFlows afgetopt, alles staat op 100%, want er komt veel onweer, zegt men. Dus de stroom zou er zomaar uit kunnen knallen. Dat gebeurt eigenlijk vrijwel altijd hier. We zijn meestal verbaasd als het niet gebeurt. Okay. Nou, we hebben de verwarming aan laten staan bij het eendje daarachter, dus hij kan schuilen. In de warmte, als hij dat zou willen. Het is op dit moment 13 graden. Wat natuurlijk niet echt een zomerse temperatuur is. Maar we hebben hier op balkon de twee hondjes bij ons. Hier ligt er nummer 1. Zit dus meteen te besnuffelen. Nummer 2 ligt lekker voor Pampus. Ze zijn vannacht ook bij ons geweest. Ik denk dat de honden het voelen ook. Denk je niet? Het zou best zijn. Het zijn gevoelige dieren. Ja, dat je dieren weet. Dieren voelen. Alleen dieren. Oké. Okay. Gaan we jou ook lekker. Die zijn gevoeliger dan wij. Ja. Ja. Het begint zachtjes aan zachter of harder te regenen. Ik zal het even laten zien. Er zit de mazzel te kijken. Dus die kan even wachten. Die laat ik even openstaan. En dan gooi ik even een nieuwe aan. En dan zeggen we SMHI weather. En dan een hop. Wedlanda. Dan gaan we naar de karta. Die maken we groot. Dan kunnen jullie zien wie mijn muis. Hier zitten wij. En dit gaat er aankomen. Zo.
En het is nu hier bij de klok, staat zondag 10 uur. Als ik hem aanzet, dan is het zondag 1 uur, zondag, hier, dit is om 4 uur. Dan zitten we hier nog steeds. Zie je Vinlanda staan? Daar zitten we vlakbij. Een half uurtje vanaf en dan zet ik hem nog weer aan. En dan zijn we om 19 uur, 20 uur zitten we hier. Een beetje aan de rand van het front. Dus dit gaat tot vanavond duren. En als ik naar de kaart ga met de bliksem, raden met blikst, dan kan hij alleen maar aangeven wat hij nu ontdekt. Dus dat is een kaart van de situatie nu. En dan sjouw ik hem even naar boven. Dan zitten wij hier. Hier, zie je het handje bewegen? Hier. En dit is één heel groot onweergebied wat naar ons toe komt. Ik weet niet of jullie mijn handje zien bewegen. Hier, oh hier, hier, hier. Hier is Vinlanda, hier is Wimmerby. En we zitten hier nu een beetje zo, op dat gele stukje. Groene stukje. En dit komt naar ons toe. Dit is allemaal onweer. Dit is allemaal inslagen op dit moment. Oh, mijn andere vinger wil meedoen. Het zijn allemaal inslagen op dit moment. Dus dat is heel Zuid-Zweden breed. Daar zijn we dus niet blij mee. Maar ja, wat doe je eraan? Afwachten. En filmpjes kijken. En dat zijn we nu aan het doen. Hopla. Pakkie gast. Ja, gaan we doen. Gaan we doen. Gaan we even verder met filmpjes. Met de Zeelandbrug op. Altijd mooi. Zeelandbrug, een tijd geleden. We hebben heerlijk gestaan in Ierske, rustige avond. Mijn hand. Ja, ik zit onder het deeg. Ja. We zijn in de bakmodus. Ja, en dan slecht gaat, weer buiten. Ja, slecht weer buiten. Dan is het als eerste is het chaos creëren. Gerard. Een deegmachientje nodig. Een pastamachientje. Ja, nooit meer nodig. En dan hebben we nodig. Dan zit hij helemaal nog in de plastic box. Ja, ja, ja. Maar deze zal ik niet nodig. Maar, okay. Maar goed, ik vind ook dat hij eigenlijk een ereplekje moet krijgen daar. Want we vergeten dat we hem hebben. En dat is niet de bedoeling. Dus we gaan hem op de plank zetten. Komt wel goed. Ja. Nou, we hebben kippenpootjes in de... Ik kan het niet laten zien met mijn mond. Maar we hebben daar kippenpootjes in. Ja, dat mag ik zien. Die hebben chili, olie, curry en wat zout. Ja. Nou, dan ben ik... Nou, ik heb voor Geer deeg gemaakt voor matzes die hij gaat maken. Ik ben bezig met brooddeeg. Ik heb kippastijtjes eruit. We hebben worstjes eruit. Want vanavond komen Frida en Steve even lekker eten. En ja, in plaats van onze 2,5 uur rijdende, durende trip naar... de regenzone. Tot nu toe moet ik zeggen is het alleen maar flinke regen. Geen onweer, maar het komt wel onze kant nog op. Maar het front is iets verschoven richting Tronos en Jönköping. Dus daar wordt het erger dan hier. Nou, we gaan even aan de bak. We gaan de houtoven aanmaken. Geer is hout halen. Het is hier toch koud. Het is 13 graden buiten. En dan kunnen we alles wat we willen bakken, kunnen we op de houtplaat doen of in de grote oven. En dat is veel makkelijker dan in het kleine zomerovertje. Het is een gezellige chaos. Zoals altijd bij ons. Bedankt voor de tips trouwens met betrekking tot de boiler. Wat wij begrijpen is dat die gewoon in orde moet zijn. En dat we er dus een... ben ik even de naam kwijt. Inlaatventiel... voor moeten stoppen. Geer zegt ook, ja dat is stom, heb ik helemaal niet aan gedacht. En dat gaan we ook gewoon doen. Dus we gaan hem proberen terug te plaatsen. Hij ligt gewoon buiten, onder afdak. Was klaar om weg te gooien, maar we gaan hem nog een kans geven. Dus dat gaan jullie meemaken. Lukjes je teulen. Onder zijn afdakkie.
Oh, dan heeft hij het koud. Dus dan zit hij daar lekker te chillen. Oh, donker hier. Het ding gebruikt heel weinig. Het staat op de lithiumbatterij die we in het kiphok hebben. Nou, stokje. Hij is helemaal schoon, dus dat is mooi. Stokje. Kleine hout halen beneden. Project. Deze zal kunnen uitrollen. Dit is pizza deeg. En dit hebben we ontdekt. Per ongeluk eigenlijk. Ik heb deze, had ik over. Niet deze specifieke, maar zo'n soort rol. Met pizza deeg. En die heb ik toen in stukken gesneden. Ongeveer van 10 bij 10 centimeter. En die heb ik in olie in de pan gebakken. En gewoon in een, ik doe dat in een skillet. Een gietijzeren pan, maar dat maakt niet uit. Gewoon in een braadpan. En dat werden onwijs lekkere toasts. Toastjes kan je niet zeggen, want ze waren groot. Maar... Okay. Hij staat weer aan, jongens. Hij staat weer aan. Dat is het enige wat ik mis in de zomer van de winter. De gezelligheid van een haardvuur. En van een vuur in mijn oven. Ik ben benieuwd, Geertje. Lekker. Moest je ze niet in de pan doen dan? Nee, een bakplaat. Okay. En dan als ze even gebakken hebben, en dan kan je dus... Om te voorkomen dus dat ze krom trekken, ja, een bakrek erop plaatsen. Oké. Okay. Dus. Nou, benieuwd. Nou, bak het pietje op. Ja. Zo. Nou, nu wachten tot we kunnen rollen. Hoeveel en hoe vaak moet je hem laten rijzen? Een keer, half uurtje. Oké. Okay. En dan uitrollen en... Steken en door de deegroller. Oké. Okay. Bij hoeveel millimeter heb je bestaan? Nou, ik heb hem nu groot staan, maar hij is ook weer kleiner. En het recept gaf aan van mijn machine heeft standjes van 0 tot 8. Okay. En hij zegt, ik gebruik hem zo rond 5 of 8. Hij zegt, het kan een beetje verschillen. Heel dun dus? Ja, het is heel dun. Ja, want dat motsen, die zijn ook heel dun en die komen met bolletjes natuurlijk. Ja. Dus als het lukt, ik vind het wel lekker. Echt dan? Ja. Nou, alles staat klaar voor Geer. Geer heeft hier zijn bakplaatje, zijn deeg en zijn machientje.
En ik heb een vieze aanrecht en broodteeg. En ik ga bolletjes maken, denk ik, want nu heb ik de grote oven. Maar ik ga deze bakken in de skillet. Dat ga ik nu doen. Hop. Gaat gewoon een papiertje doorheen. Die maak ik alleen maar schoon als het echt heel specifieke smaken in zitten. Voor de rest brandt hij schoon. Hij kan ook in de oven gebruikt worden. Ik heb hier pannenkoekjes in gebakken gisteren. Ik gebruik hem continu deze. Echt ideaal. Kijk, deze plaat is zo makkelijk. Die kan je gewoon insmeren met olie. En dan wordt hij vanzelf weer schoon. De skillet moet ook gewoon uiteraard ingevet zijn. Ik doe er een beetje olie in. Het moet altijd vet zijn. Moet je nooit schoonmaken met schoonmaakmiddelen. Anders gaan dingen vreselijk aanbakken. Zo, dat die mag lekker heet worden. Mooi. Gozer, ja? Je gaat even kijken of de verwarming bij Ducky aan is, ja. Bij onze Henkie. Ik ga het station checken daar. Ja, want het gaat nu wel steeds harder regenen. Gelukkig nog geen onweer, geen windstoten, alleen maar zeikregen. Tot zo. Tot zo. Ja, het valt nog mee. Het is gewoon eigenlijk herfstweer op dit moment. Mijn jackie aan, past. Ik koop meestal dingen over Suis, dat hij ze ook aan kan. Nou, ik ga het eventjes een poging doen om te bakken. Zo. Dat is heet. Heel goed. Hier maar even. Zo. In de skillet gaat het hard. Alles er. Mooi. Zat hij aan? Ja. Dan heeft hij die warmte inderdaad nodig. Met dit weer is warm houden belangrijk. Dus dan heeft hij vannacht waarschijnlijk daar ook gezeten. Hij weet hem te vinden dus. Dat is het belangrijkste. Dus die zien er goed uit. Kijk dan. Lekker. Oeh. Live. Die zien er goed uit. Eigenlijk zijn ze warm het lekkerste, maar... wordt broodvorm. Hij is koud, maar ik zet hem dadelijk op die steen daar. Die steen is handwarm, staat op een rek. Ja, handwarm, flink handwarm. Die moeten er in de tussentijd even uit. Oh.
Zo. Right. Twee. Beetje zout erover. Zo. En dan ga ik die even invetten. Gewoon met klaartjes. De olie die ik gebruik trouwens voor die pizzastukjes, dat is een chiliolie die ik heb gekocht bij een Aziat hier in Sèvres. En dan gaat die alvast hierop. Daar gaan ze erin. De steen is nu heet, daarom heb ik er nog een rekje tussen gedaan. Dus nu is die zeg zo'n 40, tussen de 40 en de 50 graden. Dus de brood gaat razendsnel ruizen. Deze zijn klaar. Die hebben een minuut of vier hebben ze erin gezet. Dus die zijn gaar, die broodjes. Alles met chiliolie gedaan. Dus ik heb nu een heel pakket zacht blijvende tortilla's. Ik heb hier een hele schaal met, het zijn pizza crackertjes, dus het is pizzabodem, maar dan wat pittiger gebakken, zeg maar. En die zou ik nog even in de droge skillet kunnen opwarmen voor het eten. Ger is nog bezig met zijn matzes en het machientje. En ik heb hier kippies. Ook klaar. Lekker, lekker. Ik heb er één open gesneden. Heerlijk. En wat zijn dat? Dit zijn gewoon panbroodjes. Oh, panbroodjes. Panbroodjes. Gebakken in chiliolie met een beetje zout er nog op. Pittig. Dus geen jam erop doen. Broodje staat voor de tweede keer te rijzen. Nu in de vorm. Oh, die matzes zien er goed uit, Geer. Veel stagjes open doen, een stukje. Netjes. Hoe lang moeten ze? Nee, zo nog 3 minuten. Oh, totaal. Ja? Maar tussen de 7 en 12 minuten. Maar ik vind ze nog iets te licht. Dus ik wacht nog nu een minuutje of 3 nog.
Ja, ja. Dus je hebt in feite 140 gram... Nee, was het nou? Wat was het recept? 250 gram meel. Ja? En 140 milliliter water. En zout? Nee, geen zout. Oké. Okay. En dan kneed je en dan... Laat rijzen? Dan heb je maar een bolletje en dan... Maar waarom liet je het rijzen? Want je doet er helemaal niks in. Je moet rusten. Oh, oké. Okay. Yep, I snap. En dan haal je hem door de machine op. Je hebt het nu op 5 staan, geloof ik. Ja, zo dun mogelijk. Ja. Ja. En dan gaan ze in de oven naar 240 graden tussen 7 en 12 minuutjes. Netjes. Nou, moet je even kijken, want de oven is al. Achterkant is ietsje warmer, dus je moet hem draaien de volgende. Jawel. Ze zien er goed uit, Geertje. Goed uit. Ze zijn wat lichter. Ja, ze zijn mooi gaar. Ik denk dat ze eigenlijk wel te bruin zijn, die andere. Als je ze met een kwastje met water insmeert, worden ze nog bruin. Hè? En dan 1 minuutje terug. Mooi. Gelukt. Mooi. Die kunnen er ook binnen. Volgende voorraad. Ik moet even de plat opzetten, want hij is nu tegen. Zet hem op de skelet, hier. Maar, dat ons goed? Ja. Niet zo big bak. Nee, het lijkt me niet zo slim. Dan kan ik hier de volgende weer op bak doen. Ja, dan heb je zo'n hele stapel gietijzer hier. Nou, ze hebben hel op aarde voorspeld ongeveer, maar het is alleen maar flinke regen bij ons. Flinke regen, dat wel. Maar we hebben alle kwetsbare bloemen en dergelijke en kwetsbare plantjes hebben we beschermd. Dus op zich is dat niet slecht. Dat is niet slecht. Nou, broodje, nog even 5 minuutjes rijzen. Helemaal goed. Voorlopig is het gezellig. Ja, dat is wel zo. Ja. Een dagje bakken. Bakken klussen. We lopen in korte broeken hier. Want inmiddels is het hier tropisch. Tropisch. Ik heb mijn haar opgestoken. Lopen te zweten. Nou, hij gaat er 25 minuutjes in ongeveer. Dan is hij klaar. Hallo. Ga je achter mij verschuilen? Nou, wij lopen hier in korte broeken. Nou ja, bij wijze van. Ik wel. Want het is behoorlijk heet in de keuken. Maar hij mag nu uit en over... zo'n 2,5 uur krijgen we visite hier. Gaan we alles lekker oppeuzelen. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden. Het was een binnenvlog voor ons voor een deel. Want dat zou Guval Liek dan de Rijn zijn. Oftewel Skyfall. Gelijke regen. Mijn broodje was er al uit. Maar het valt dus mee. Het regent wel. En we zijn lekker binnen. En we zien elkaar bij de volgende weer. Ciao. Doei. Oh, kijk dan. Jee mag. Ja, als ze nu al zo onwijs rijp zijn. Ja, ja. En warm. Ja, dan gaan we van de week maar even kijken op ons geheime plek.